grip op mijn gezondheid betekent voor mij dat ik mezelf afvraag wat daadwerkelijk goed en kloppend is voor mij. Dus als ik oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn, wat zou ik dan eigenlijk doen? Of wat zou ik laten? In mijn optiek is dat niet statisch, dus het beweegt continu. En ik heb in mijn leven wel geleerd om het te laten bewegen. Dus iedere keer weer nieuwsgierig te zijn. En wat gisteren of misschien 5 minuten heel kloppend was, dat kan nu in het moment helemaal niet meer kloppend zijn. En daarvoor open te staan. En dus niet mijn verbinding met hoe ik vind hoe het zou moeten zijn belangrijker te maken met wat in het moment goed is voor mij.